Goedenavond in Christus beminden. Vorige zondag op Pinksteren spraken wij in onze liturgische prekencyclus over de woorden van de consecratie. De transsubstantiatie van brood en wijn in het lichaam en het bloed des Heren. Vandaag willen wij een blik werpen op de begeleidende liturgische bewegingen van dat hoogheilig moment. Te weten, de opheffing van de hostie en de kelk, het luiden van de klok, de bewieroking, de gesloten vingers van de priester, de kniebuigingen van de priester en het vasthouden van de kazuivel door de misdienaars. Starten wij, zoals gewoonlijk, met een korte verering van het Allerheiligste Sacrament. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij een andere schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heilige Paus Pius de Vijfde, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden, bij al deze overwegingen die wij zullen stellen, moeten wij steeds onthouden en voor ogen houden dat de priester, terwijl hij deze consecratiewoorden uitspreekt of deze ritussen voltrekt, hij dit alles doet in persona Christi. Hij leest niet gewoon een verhaal, maar hij handelt. Christus handelt door de priester, als door een soort werktuig. Zoals ook wij soms een pen ter hand kunnen nemen. Daarom neemt Christus door de menselijke priester door, net zoals bij het laatste avondmaal, terug de kelk in de hand als het brood. Hij blikt terug op ten hemel naar het kruis en buigt zijn hoofd als teken van dank. Christus zegent door de priester de offergaven en spreekt dan gebogen, steunend op het altaar, de consecratiewoorden uit. Deze samenwerking, deze eenheid tussen menselijke priester en de hoge priester Christus is een werkelijk mysterie dat wij dagelijks bij de Heilige Mis kunnen overwegen. Oorspronkelijk hield de priester bij het uitspreken van de consecratiewoorden de hostie niet zoals vandaag op het altaar neer, maar wel op borsthoogte en in de 12e eeuw zelfs boven zijn hoofd, zodat de niet geconsacreerde hostie door het volk kon gezien worden. Hiertegen verzetten zich weldra meerdere bisschoppen, daar het gevaar bestond dat het gelovige volk de nog niet geconsacreerde hostie zou aanbidden. En zo kwam men tot het huidige ritus waarbij men de hostie bij de consecratie dicht bij het altaar houdt. Het zegenen, waarover in de consecratiewoorden sprake is, gaat waarschijnlijk terug op een Joods zegeningsgebruik. Christus heeft vermoedelijk zelf geen kruisteken boven het brood gemaakt bij de consecratie van het laatste avondmaal, zoals de priester vandaag de dag wel doet. Maar, zo zeggen de kerkvaders, waarschijnlijk gaat dit op apostolische tijden terug, uit gebruiken van de apostelen. Het breken van het brood, wat ook in de consecratiewoorden wordt vermeld, wordt wel bij de consecratie vermeld, maar pas vlak voor de communie voltrokken. Het omhoogheffen van de geconsacreerde hostie na de consecratie, genoemd in het Latijn elevatie, is pas opmerkelijk ontstaan in de 12e eeuw, na Christus.
Het volk in de middeleeuwen wenste onze heiland te zien, onze heiland te aanbidden. En tijdens het omhoogheffen van de geconsacreerde hostie zong men dus eucharistische liederen, bijvoorbeeld het O Salutaris Hostia, of ook het bekende Ave Verum. Tijdens de gelezen heilige missen sprak het volk luid schietgebeden, bijvoorbeeld het bekende Mijn Heer en Mijn God. Later vielen deze hoorbare gewoontes in onbruik en maande de kerk het volk persoonlijk en in stilte de heiland in de heilige hostie aanwezig te aanbidden. In vroegere tijden hield de priester de geconsacreerde hostie niet enkel omhoog, zoals hij dat vandaag de dag doet, richting het altaarkruis, maar de priester wendde zich naar alle zijden in de kerk. Ja, soms ging hij zelfs met de geconsacreerde hostie door het kerkgebouw. Dat werd later verboden en slechts toegelaten alleen in de pauselijke missen. Het gelovige volk echter hechtte grote waarde aan het zien van de geconsacreerde hostie, onze heiland. Een liturgist uit de middeleeuwen schrijft: het volk beschouwt de elevatie van de hostie als het belangrijkste moment van de heilige mis. Soms met een bijgelovige reden, namelijk dat men niet zou getroffen worden op die dag door een onvoorziene dood of door een andere tegenslag. Terwijl de vrome gelovigen aldus met deze gedachte van de ene kerk naar de andere kerk holden, of in de kathedraal zelfs van het ene altaar naar een ander zijaltaar sprongen, om zoveel mogelijk consecraties en elevaties van de heilige hostie mee te maken, dachten de lauwen dat zij reeds bij het aanschouwen van de elevatie van de hostie reeds alles hadden meegemaakt en dus niet meer moesten wachten op het ogenblik van de communie en reeds het kerkgebouw verlieten. Het omhoogheffen van de geconsacreerde wijn van het kostbaar bloed van Jezus Christus kwam pas veel later in voege, zelfs pas in de 16e eeuw. En dan was dit nog geen algemeen gebruik. Men was bang dat het kostbare bloed ongelukkigerwijze bij de elevatie uit de kelk zou kunnen storten. Bovendien, zo dacht men, kon men het kostbaar bloed in de kelk ook bij de elevatie niet aanschouwen. Men zou slechts de kelk zien. Sinds paus Pius V echter is de elevatie parallel met de elevatie van de heilige hostie voorgeschreven. Opmerkelijk is dat de protestanten zich verzetten tegen de elevatie van de hostie en de kelk. Door hen werd dit zelfs als godslastering geïnterpreteerd, daar Christus volgens de protestantse leer niet op het moment van de consecratie in de hostie en de wijn tegenwoordig is, maar pas bij de communie. Interessant is ook dat Luther echter bang was dat het volk hem daarin niet zou volgen, namelijk in de afschaffing van de elevatie van hostie en kelk, en daarom liet hij uit vrees in zijn liturgie deze elevatie wel bestaan. Tijdens de elevatie, de omhoogheffing van hostie en kelk, mijn dierbaren, moeten wij, zoals de heiligen ons aanmanen, ons geloof in Christus tegenwoordigheid uitdrukken en ons geloof erin hernieuwen. Wij begeleiden de heilige gestalten met een eerbiedvolle blik van onze ogen, alsof wij werkelijk Christus zichtbaar aan het kruis zouden zien hangen. Christus, het Lam Gods. Schenken wij op het moment van de elevatie ons ten volle aan God, vragen wij hem rouwmoedig om vergeving van onze zonden. Laat ons echter wel uiterlijk stil zijn om de godsvrucht van de anderen niet te storen. De kerk
verbiedt immers ook de zangers om te zingen. Enkel het orgel zou graviori et dulciori modo sono kunnen spelen, maar ook daarvan wordt vaak afgezien. Het luiden van de klokken bij de consecratie is een gebruik uit de Duitse stad Keulen en het is ontstaan begin de 13e eeuw. Oorspronkelijk gebeurde dit met een klok die opgehangen was aan de muur van de sacristie, een klok die ook gebruikt werd bij de intrede van de priester. De handklokken van de misdienaar ontstonden pas in de 16e eeuw. Tegen het einde van de 13e eeuw begon men reeds de torenklokken van de kerken te luiden, om de afwezigen in de kerk, maar wel aanwezigen in de omligging van de kerk, aan te manen zich toch op deze weinige ogenblikken te verenigen met de komst van onze heiland in de heilige hostie. In christelijke tijden viel werkelijk tijdens dit luiden van de consecratieklokken het openbaar leven stil en we knielden allemaal richting het kerkgebouw. De liturgisten geven als oud-testamentelijk voorbeeld voor het luiden van de kerkklokken de levieten aan in het Oude Testament die op bevel van Mozes op de zilveren trompetten bliezen op het moment van het offer. De bewieroking van de geconsacreerde hostie en de geconsacreerde wijn werd in de 13e eeuw bij de Dominicanen ingevoerd, maar slechts alleen in de Drie Herenmis. Het gebruik werd pas algemeen in de 17e eeuw. De congregatie van de Ritus te Rome maand echter de misdienaars aan om de wierookwolken niet te groot te maken, zodat zij het zicht op de geconsacreerde hostie zouden verhinderen, zeker in de grote kathedralen. Maar overigens, vandaag is het nog strikt verboden dat de wieroker midden aan de altaartrede zou knielen bij de consecratie, om dezelfde redenen. Uit eerbied voor de kleine stukjes hostie, de zogenaamde partikels, die eventueel aan de vingers van de priester zouden kunnen blijven plakken, houdt de priester duim en wijsvingers vanaf het moment van de consecratie gesloten, tot aan de heilige communie. Dit gebruik is in de 11e eeuw in het klooster van Cluny ontstaan en was reeds in de 13e eeuw een algemene regel. Reeds de heilige Augustinus echter maand in de 5e eeuw zijn priesters aan hetzelfde te doen. Deze kerkvader sprak: "Zou u, welbeminde broeders, indien u een goudkorrel tussen uw vingers had, ze zomaar openen? Zeker niet. Wel, nu draagt hij iets onschatbaars tussen uw vingers, het lichaam van de Heer. Houd al dus uw vingers gesloten en waak erover, zoals onze lieve Heer sprak na de broodvermenigvuldiging. Zorg ervoor dat er niets verloren gaat." Bij de consecratie maakte de priester verschillende kniebuigingen. Deze kniebuigingen werden pas door Paus Pius V in de 16e eeuw voorgeschreven. Oorspronkelijk maakte de priester na de consecratie slechts een hoofdbuiging. De kniebuigingen zijn pas sinds de 14e eeuw in Duitsland nawijsbaar. In Duitsland liet de priester zich neer op beide knieën en hief al knielend op beide knieën de hostie omhoog. Knielen met één knie was een teken van eerbied namelijk tegenover wereldlijke heersers en God wilde men met dubbele maat eren. Deze kniebuigingen, mijn dierbaren, bij de consecratie zijn tekenen van eerbied en aanbidding. Zoals ooit de heilige Petrus zijn onwaardigheid tegenover onze heiland uitdrukte,
na de wonderbare visvangst, zo buigt ook de priester de knie in aanbidding, in verwondering en onder het uitdrukken van zijn onwaardigheid. Een zo groot mysterie als de transsubstantiatie te voltrekken en voor de gelovigen bij te wonen. Indien wij, mijn dierbaren, bijvoorbeeld door familieverplichtingen bij stervensgevallen of bij huwelijken soms een moderne mis, een zogenaamde mis in de nieuwe ritus, dienen bij te wonen, dan merken wij op dat de kniebuigingen in de nieuwe ritus verschillend zijn in aantal tegenover de kniebuigingen in de oude ritus. In onze eerbiedwaardige Tridentijnse ritus knielt de priester voor en na de elevatie. En de nieuwe ritus slechts na de elevatie. Uiterlijk schijnt het een kleinigheid te zijn, maar eigenlijk is het een wereld van verschil in theologie. De nieuwe misritus benadrukt namelijk de protestantse zichtwijze op de consecratie. Laat mij u kort een verklaring geven. In de Tridentijnse ritus spreekt de priester de consecratiewoorden uit, boven de hostie of boven de wijn. En Christus komt tegenwoordig, onmiddellijk. En de priester aanbidt God in de geconsacreerde gestalten, nog voor het volk iets gezien heeft. Dan, na de kniebuiging, heft hij het lichaam of het bloed des Heren ter aanbidding voor het volk omhoog en knielt dan nog eens neer in verenigende aanbidding met het volk. Dat is de katholieke liturgie uit katholieke traditie. De protestantse leer echter gaat niet uit van een wijdingspriesterschap, maar van een algemeen priesterschap. Iedereen is priester, man, vrouw, kind, elke gedoopte. En dat is natuurlijk verkeerd. Passen wij dat eens toe, deze denkwijze die verkeerd is, maar passen wij ze toe op de consecratie. In de nieuwe misritus spreekt de priester aldus de consecratiewoorden uit. Maar hij knielt daarna nog niet. Hij zal eerst de heilige hostie ten aanschouwen van het gelovige volk eleveren, die dan uit gemeenschappelijk geloof in protestantse zichtwijze consacreren. En dan pas maakt de priester de kniebuiging in de moderne ritus. Alsof Christus pas tegenwoordig zou komen door het gemeenschappelijk geloof of de gemeenschappelijke aanbidding na de opheffing van de gestalten. De nieuwe misritus kan dus de protestantse leer laten uitschijnen dat het niet de priester is die alleen de consecratie bewerkt, maar wel de gemeenschap van de gelovigen. De katholieke leer is het, alleen de gewijde priester bewerkt de consecratie en aanbidt daarom persoonlijk, quasi privé, direct na de consecratie met een aparte kniebuiging de heilige hostie of het kostbaar bloed. Zeggen we tenslotte nog een woord over het omhoogheffen van de kazuivel. In antieke tijden geschiedde dit uit praktische redenen. De priester droeg namelijk een soort van klokkenkazuivel. Een kazuivel waardoor hij langs alle zijden door één omsluitende mantel tot op de grond ingepakt was. Het was bijna onmogelijk zijn armen te verheffen. De misdienaars moesten de lappen stof aan de zijkant van de priester, omhoog heffen, zodat de priester bij de elevatie zijn armen zou vrij hebben en de hostie of de kelk zou kunnen eleveren. Na de invoering van de Romeinse of van de veel lichtere gotische kazuivels zag men in het aanraken van de kazuivel nog een mystieke betekenis, namelijk de deelname aan de overvloeiende genaden van het kruisoffer en misoffer van de priester naar de gelovigen toe. De liturgisten
verwijzen daarbij ook naar de scène in het Heilige Evangelie, waar een vrouw de zoom van het kleed van Christus aanraakt en daarbij genezen werd. In Christus beminden, tenslotte, vragen wij aan onze lieve vrouw, de moeder van smarten, in deze maand juni, de maand van het Heilig Hart van Jezus, dat zij rijkelijk in onze zielen de genade laten overvloeien om tijdens de consecratie en tijdens de Heilige Communie werkelijk in de tegenwoordigheid van Christus te geloven. En wezen wij overtuigd, hoe beter wij het Heilig Misoffer kennen, hoe inniger wij er zullen aan deelnemen en des te rijkelijker uit de hemel wij er vrucht van zullen ontvangen. Overwegen wij dus opnieuw het vandaag gezegde, luisteren wij nog eens opnieuw naar deze voordracht en trachten wij bijvoorbeeld komende week een extra heilige mis bij te wonen om het gehoorde in praktijk te brengen. En minachten wij deze schat niet en laten wij de schat van de heilige mis niet onaangeroerd. Het zou letterlijk zonde zijn. En sluiten wij met de verering van het Allerheiligste. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in alle eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Paus Pius X, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zijn dierbaren, dan wens ik u nog een mooi verder Pinksteroctaaf. En laat de Heilige Geest jullie zielen rijkelijk vullen met zijn zevenvoudige genade. En dan hoop ik u allen komende zondag terug te zien. God zegen.